En dan nu live in het Glazenhuis in Gent, Bart Peters, een heel erg goede middag. Dag Siska Schoeders. Hoe gaat het met jou? Bijna zo goed als met jou. Ja? Maar jij hebt iets heel mooi op je hoofd. Ja. Een soort ijskristal. Ja, we hebben dat gekregen van Oscar. En Oscar is denk ik 2 of 3 jaar en die houdt al heel erg van AC/DC. En die heeft vorig jaar ook zoiets gebracht. En daar is Thomas gewoon. Ja. Dames en heren, hier is Thomas de Soeter! Gent wordt vloeibaar. Gent wordt vloeibaar, dames en heren. Ja, indrukwekkend. Indrukwekkend. Ja. Oké. Bart, je had ook een vriend bij, maar nu toch, waar is die vriend naartoe? Mijn vriend die gaat zelfs komen, want de productie wist helemaal niet dat hij nog een Nederlandse vriend ging komen. Ik had die maar net ontmoet. Oh, maar fijn. Dat zullen we straks zien. Dat zullen we Iedereen straks zien. Is welkom. Welk nummer ga je spelen, Bart? Een kerstliedje, maar ik heb nog een speciaal verzoek aan jou. Oh, ja? Dat kan je niet praten. Thomas, ben jij presentator van dienst? Nee, hè? Jij staat hier zomaar ik sta er maar goed voor spek en bonen bij. Kom even in deze zetel zitten. Okay. Dit zijn sleighbells. Dus het komt erop aan om kerstsfeer in het glazen huis te brengen. Dus, en alsjeblieft een klein beetje in de maat spelen. Sleighbells. Okay. Thomas is enorm melodisch aangelegd. Ja, maar het gaat dat nu vooral over mee. De maat. Dus. Ja. Oei, oei, oké, okay. Ja. Dat het moet heet toch wel liefde, Rudolf heet het liedje. Oké, okay, we maken het stil. Ja. We zijn vertrokken. Okay. Rudolf was een lelijk rendier, want zijn neus was dik en rood. Rudolf leek op Michel Daarder en schaamde zich een beetje dood. Het hele rendiervolkje lachte Rudolf uit. Rudolf hield niet van kerstmis, het interesseerde hem geen fluit. Maar op de dag voor kerstmis kwam door de sneeuw de kerstman aan. Hij keek eens goed naar Rudolf en bleef vol van verbazing staan. Hij zei, oh wat een prachtig rendier met die speciale snuit. Die mag mijn slee wel trekken, mijn voorkeur gaat naar Rudolf uit. Voelt u zich soms een beetje als een rendier met een rare neus? Denk dan gewoon aan Rudolf, want voor de kerstman was die eerste keus. Rudolf was trots en dankbaar, het rendiervolk dacht je verrekt. En mocht u de kerstman langs zien sleeën, dan weet u zeker wie zijn kerstslee trekt. Thomas de Soeter aan de sleebels. Applaus alsjeblieft voor Bart Peters en een fantastisch kerstlied. Bart, ik wens je een enorm fijne kerst en een vrolijk 2009. Jullie ook allemaal, Siska. Dank je wel en merci om tot hier te komen. En wat veel volk. Zelfs de Giro van Heverlee is hier gewoon. Ja, de Giro van Heverlee is overal. Merci.